Hallo iedereen en wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Star Stable video. Het is vandaag 13 februari, dat betekent dat het een dag is voor Valentijn. Ik heb deze intro al 3 keer gedaan omdat mijn bandycam besloot om geen geluid op te nemen. De eerste keer gewoon geen spelgeluid, de tweede keer deed mijn microfoon het niet en de derde keer dat is nu. Gelukkig waren het maar 2 minuten, dus hè, we overleven het. Anyway, een dag voor Valentijn, zoals jullie kunnen zien, is Star Stable al helemaal vol met de hartjes en de roze en de paars en de weet ik veel wat versieringen. Hartstikke leuk, Valentijnsdag. Star Stable noemen we het Galentine, als een Galpel, Galentine. Leuk, leuk. Voordat we beginnen wil ik het eigenlijk even hebben over vorige week, of nou ja, in ieder geval een tijdje geleden. Vorige week woensdag eigenlijk. Toen vroeg Star Stable ons om zoveel mogelijk races te voltooien. En in een poging tot 4,7 miljoen races. Dat is gelukt, dat hebben ze 11 februari op de website en Facebook geplaatst. Dus natuurlijk hadden ze ons een prijs beloofd en die prijs dat is 100 starcoins. Met de kortingscode READYSETRIDE20. Die zet ik of in de omschrijving beneden of hier ergens in het scherm als ik tijd heb om het te editen en niet zometeen alles gewoon al lekker op internet knal. In ieder geval READYSETRIDE20 blijft tot 18 februari geldig voor alle accounts. Dus jongens, als je dat nog niet gedaan hebt, vul hem in bij de waardebonkodes en dan heb je gewoon 100 starcoins erbij. Dat is toch hartstikke fijn. Even kijken, gaan we verder met de update van gisteren. De Galentines hebben een Valentijn springwedstrijd en een vriendschaprace. Nou, een vriendschaprace moet je natuurlijk met meerdere mensen doen. En we kunnen vragen of Chloe meedoet. Ah, oh, jongens, ik heb al zo lang niet meer zoveel gepraat. Ik krijg gewoon kaakpijn. Ja, kijk, we gaan dus even de race doen. En ik vind het pijltje wel op zich wel grappig. Het hele idee van dat pijltje. Dat is een hartje. De rest vind ik een beetje amateuristisch. Ik vind eigenlijk dat ze die dressage rijbak hadden moeten houden hiervoor. Wat doe ik? Nou, dat is wat men noemt een epic fail. Ik vind eigenlijk dat ze wat iets meer versieringen hier hadden moeten houden. Gisteren was het trouwens echt ontzettend druk hier zo. Maar ja, toen was het natuurlijk net woensdagmiddag. En dan is iedereen uit school en aan het spelen. En weet ik het allemaal. Oké, stop. Wat een irritante race. Nah. Maar in ieder geval, ik vind eigenlijk dat ze dus de rijbak hadden moeten gebruiken van de dressage. Dus die ene die echt zo heel leuk eruit zag de hele tijd. Nu vind ik het eigenlijk gewoon een beetje too much. Het is gewoon, ja, die dingen waar je overheen springt, die zien er wel leuk uit. En dat pijltje ziet er leuk uit. Maar verder is er eigenlijk niet echt toegevoegde waarde aan deze race. En het ziet er een beetje uit alsof je, ja, gewoon iets hebt neergeknald. En Happy New Year's. Geniet van de Valentijnsviering. Oh, oké, leuk. We kunnen dingen krijgen. Nou, wat hebben we gekregen? Oh, dat is op zich niet eens zo'n heel lelijk zadel. Het is jammer dat er geen stats op zitten, want ja, je ziet het zo. Maar hij is niet lelijk, hij is niet lelijk. We houden hem voor nu even hier zo. Wat er nog meer nieuw is in deze Valentijn, dat is eigenlijk gewoon een beetje dat. Die races. Nou, er zitten winkeltjes met veel te roze spullen. Ah, wat is dit? Ja, zie je, veel te roze. Vindt op zich de layout van dit ding vind ik mooi. Vooral met die blaadjes hier zo en die vlindertjes. Alleen dit vind ik er dan weer net iets te kinderlijk uitzien. Het is wel leuk, maar het is net iets te... De kleur vind ik wel echt hartstikke gaaf. Ik vind dat ze dit moeten doen in plaats van blauw. Of dat ze ons laten kiezen welke kleur we willen. Even kijken wat er nog meer is deze Valentijn. Het is heel leuk ook. We hebben kortingscodes gekregen. Dus bovenop de kortingscode van Ready, Set, Ride hebben we nu ook nog 2 kortingscodes. Nou ja, het zijn niet echt kortingscodes, het zijn gewoon codes. Hebben we Besties Forever met een 4 in plaats van 4 opschrijven, weet je. Besties
4 ever. Het is 7 dagen gratis Star Rider. En dat kan iedereen die... even kijken. Geen Star Rider is. Volgens mij ook als je al een keer Star Rider bent geweest, dan kan je het ook gebruiken. Maar dat staat er niet echt heel specifiek bij. Goedemorgen jongens. Ik praat echt veel te snel en veel te lang. En dan hebben we natuurlijk ook nog een korting, een code met Galentines. In plaats van een E gebruik je dan een 3. En dat zijn 100 starcoins. Dus eigenlijk heb je met deze 2-3 dagen gewoon 200 starcoins binnen. De starcoins code is wel alleen geldig voor starriders. Die al betaald starrider zijn. En starriders via eenmalige betaling. Dus lifetime starrider. Als je geen starrider bent... of gratis Star Rider, dan kan je die 100 Star Coins helaas niet krijgen. Maar met de Besties Forever code, als je dat zo goed timed dat je in ieder geval een zaterdag hebt, dan krijg je sowieso nog 100 Star Coins. Want zoals jullie weten krijgen Star Riders elke zaterdag 100 Star Coins. Ik zet deze twee codes er ook bij. Galentines en Besties Forever. 7 dagen Star Rider en 100 Star Coins. Deze kortingscodes blijven ook geldig tot 18 februari. Dus... waar wachten jullie nog op? Go, go, go naar www.starstable.nl en joh, doe je ding, zou ik zeggen. Leuk, 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 leuk. En dan gaan we nu, een wens doen. Dat was de update van vorige week of de week ervoor. Met de Sony. Daar heb ik geen zin in eigenlijk. Die stomme toeristen die vorige keer het bos in de fik staken. Even helpen met hun barbecue rooster. Dan kunnen ze het bos ook niet meer in de fik steken. Bedankt man. Ik voel me echt helemaal geweldig weer. Oh, misschien kunnen we daarna alsnog naar Mario toe. Mario de Starman. Zie je, ik praat nu al zoveel dat ik gewoon geen stem meer over heb. Ho ho. Jongens, we hebben vanochtend nieuws gekregen vanuit werk. Hey, de zon. Het regent al de hele ochtend. Het is echt niet gezond hoeveel regen eruit komt. Maar dus nu een zonnetje. Lekker. Lekker zonnetje. Ik ga toch niet naar buiten. Maar mocht ik naar buiten gaan, is er een lekker zonnetje. Anyway, we kregen vanochtend updates van werk. Ik ben vrij vandaag. Duh. En zoals jullie weten werk ik in de verkoop. Ben ik cashière / informatiebalie. Medewerker / administratief medewerker / bijna service medewerker van de backoffice. Dus ik ben een manager van alles in mijn bedrijf, in ons bedrijf. Alleen ja, we weten dat we sinds 2016 hebben betaalde tasjes. Sinds 2016, volgens mij is 2016. En bij ons waren de tasjes altijd 20 cent. En ja, weet je, dat is op zich... ik vind het nog duur voor het kwaliteit tasje dat we hebben, maar alleen vanochtend kregen we dus nieuws dat landelijk de tasjes 30 en 35 cent worden. En ik vind het echt ronduit schandalig voor de kwaliteit tasjes die wij hebben, om daar 30 cent voor te vragen. En ik voorzie... we worden altijd al uitgescholden voor de tasjes. Want 20 cent en ik koop hier voor 5000 euro aan spullen. En dan reken je mij 20 cent voor een tasje. En dan wordt het nu 30 cent. Dus nu worden ze nog bozer. Ja. Jongens, dit is echt... ze willen ons gewoon gestoord hebben. Ze willen gewoon dat wij met een burn-out thuis komen te zitten. Omdat we worden uitgescholden, fysiek, verbaal, weet ik veel wat allemaal... en dat vinden ze gewoon allemaal prima. Weet je hoeveel klachten... als ik als consument ergens heen ga... en bij wordt er gezegd... ik moet 30 cent voor... ik vind het helemaal niet erg om voor een tasje te betalen. Weet je, dan moet ik ze maar meenemen. Maar 30 cent voor een tasje. Voor als je hem ook maar verkeerd om een product heen doet... scheurt dat hele poekending al uit elkaar. En sorry hoor, maar dat vind ik... dus echt niet kunnen gewoon. Ik vind het echt schandalig. Maar ja, dat ben ik. En leg het maar aan het hoofdkantoor uit. Want ja, die zitten toch lekker achter hun bureautje naar
te kijken van hahaha, die domme achterlijke mensen. Maar ja, hè. Wij kunnen er niks aan doen. Ja, staken misschien. Oh ja, ja, ja. Gaan we een barbecue maken bij de bosjes. Doe dan daar, weet je. Maar dat was mijn geklaag voor vandaag. Ik zal zo meteen vast wel meer gaan klagen. Ik bedoel, ik ben het, jongens. Maar laat even in de reacties hieronder weten wat jullie dan denken van tasjes. Hele slechte, barre kwaliteit tasjes voor 30 cent. Laat het even weten. Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, niet van jou, want jij zet het bos in de fik. Spannend, man. Spannend. Een tip over een bedreiging. Oh. Pam, pam, pam. Oké, kom, we gaan naar Mario. Param, 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 pam, pam, param, 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 pam, pam, param, 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 pam, 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 param, pam, pam. Misschien kunnen we binnenkort naar Golden Hills. Of Epona. Want het is een van de twee. Met die toeristen. Als je de toeristen helpt aan een nieuw huis. Dan kan je naar een nieuw gebied. Maar welk nieuw gebied dat is, dat weet ik even niet. Kijk, hè, Fluttershy. Ze is al level 12. Hij, het, zij, weet ik veel. En helemaal happy. En nog krijgt de pokkenbeest het voor elkaar. Oh, er is nu een pad naar boven. Oh, dat was ook in de update. Kom, we gaan naar even. Dan kunnen we hem wat makkelijker vinden. Hé, hey, Draak. Erbij. Kom maar. Oh ja, de bosjes hier zijn weg. En er is een pad naar boven. Is er hierboven ook nog wat veranderd of dat niet? Volg mij niet, nee. Oké. Okay. Spannend, spannend. Next. Wat is het? Ik word de partij aangestaard hier. Ik had het natuurlijk ook van tegen die praatje. Hé, hey, knul. Wat is het? Ik ben nu even met rechts aan mijn pijltjes aan het zitten. Dus ik kan zo meteen ineens tegen een paal aanknallen. Ik ben de kat aan het eien met links. Hé, hey, schat. Hey. Hij zit echt te kijken van ik wil op je springen, maar ik doe het niet. Oh, daar is hij. Hey, draakie draak. Niet op mijn toetsenbord gaan lopen, want er gebeuren er rare dingen. Nou, het gaat niet om mijn toetsenbord, maar oh nee, niet doen. Hij gaat zo meteen alles omgooien. Katten zijn echt heerlijk. Alles flikkert eigenlijk van mijn bureau af sowieso. En het mooie is, hij krijgt ook altijd voor elkaar om lintjes te pakken te krijgen. Hoi Mario. Draak. Ik ga even de kat pakken. Oh, hij gaat er al vandoor. Hij weet dat hij iets doet dat niet mag. En hij trekt het nu van het bureau af. Nou, vergeet het maar op de grond. Zolang ik het niet op mijn bureau doe. Want dan flikkert alles eraf. En dan kan ik gaan opruimen. En daar heb ik geen zin in. Ik moet sowieso wel opruimen. Want het ligt dus allemaal op mijn bureau. En het is een hele grote bende. Vertel eens, kleine prins. Verzamel ik vanavond wensen voor mijn circus der dromen. Hij is wel een beetje creepy, hoor. Larikoek. Uit de doeken ermee, kormetenjager. Ik verander alle paarden op Jorvik in sterrenbeelden die eeuwig in de hemel blijven leven en nooit meer bereden worden.
Dus een fantastische wens, kleine prins. Ik zorg dat hij uitkomt. Nee! Overbewolkt. Zonder te nou. Schitter, schitter maar, klein baardje. Het zou pas echt een goede 1 april grap zijn als dit zoiets wordt. En dan verandert die het paard waar je op zit gewoon in een random beest. En dan hebben we niet door dat het 1 april grap is en dan worden we helemaal gek. Weet je? Maar na een tijdje weet iedereen wel dat het 1 april grap is. En de volgende dag is het paard toch weer normaal. Weer een land vervuild. Vega de Sony. Oké, dus deze heet Vega de Sony. En de Sony heet Sony de Sony. Volgens mij is het trouwens Vega. Dit moet lopen trouwens, want we kunnen de trailer niet pakken. Is goed voor ons. Laat je lopen. Ah ja, en dan hebben we meneer Campbell hier. Daar kunnen we morgen heen. Ja, wat heb ik nog meer dan eigenlijk? Voordat de boot vertrekt. Ja, nee, als ik dat ga doen en daarna ga slapen, dan duurt dat misschien 3 jaar. Dus dat is misschien ook niet zo heel handig. Maar dan komt die missie gewoon volgende week ergens. Er is trouwens een nieuwe video geüpload waar ik niet in praat. Het is een demo versie van Pokémon Mystery Dungeon. Ik heb nog 2 video's daarover en daar praat ik ook niet in. Het is eigenlijk gewoon een beetje demo. Dit is leuk zo te kijken. En dan als het spel uitkomt, laat even weten in de reacties of jullie het leuk vinden als ik daar een let's play van ga maken. En dan zal ik wel gewoon... praten in mijn video. Maar voor nu vond ik dat eigenlijk niet echt nodig. Het mooie met de Mystery Dungeon is, als je het spel nu speelt, dus de demo versie, en je koopt hem daarna, is je voorgang gewoon opgeslagen. Dus zodra het spel uitkomt, dan kan je gewoon verder gaan waar je gebleven bent. En dat is hartstikke leuk. Dat is toch hartstikke leuk gewoon. Dan kijk, Sony en Sony. Zona en Zona. Zone en Zona. Zone en Zoja. Ja. Adieu, mijn duifje. Ik heb die Sony volgens mij ook niet gekocht. Ik vind deze op zich wel grappig met dat blauw zo, want deze is paars. Maar ik vind... de zwart en de wit niet echt mooi. Maar deze is gewoon echt mooi puur wit. Dat is op zich wel leuk. Alleen... nee. ik denk dat er nog eentje uitkomt. Want er is hier nog wel plek voor nog een pony. Ben benieuwd welke kleur dat dan wordt. Roze en paars. Of blauw en paars. Dat komt natuurlijk ook. Xinde heeft een race... ja. Nee. Zo. Zo blijven staan. Dames en heren, jongens en meisjes. Hartstikke bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik ga het maar afsluiten hier zo. Doe een duimpje omhoog. Mochten jullie echt helemaal fan zijn van deze video. En ook als jullie er geen fan van zijn, gewoon een duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt, want ik weet dat er van die lurkers zitten. Die kijken wel mijn video's, maar die abonneren niet. En jongens, we zijn nu op de 55 en dat is al zoveel meer dan ik had kunnen denken eigenlijk. En ik wil iedereen daarvoor bedanken. Super bedankt dat jullie op mij hebben geabonneerd en voor de likes. En het wordt tegenwoordig echt zoveel... mijn video's worden zoveel meer bekeken nu tegenwoordig dat ik eigenlijk een klein beetje zenuwachtig word. Maar dat merken we wel in de live video die ik op de planning heb staan. Ik weet nog niet wanneer. Volg mijn Instagram. Dan laat ik een aantal dagen van tevoren weten wanneer ik live ga. En anders, ja. Like, abonneer en deel met je vrienden. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En jongens, tot de volgende keer. Doeg!